Esther Dunnewind uit Dalfsen is boos op de gemeente. Die wil vrachtwagens uit het centrum weren omdat ze daar niet passen en onveilige situaties veroorzaken. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het truckverbod, moeten Esther en haar man een andere plek zoeken voor de wagens van hun truckbedrijf. Esther Dunnewind rijdt samen met haar man op deze vrachtwagen. Ze hebben nu een ontheffing om hier vlakbij hun huis op het industrieterrein te kunnen parkeren. Maar aangezien dat binnen de bebouwde kom ligt, kregen de chauffeurs een brief dat het vanaf 2018 voorbij is. Het steekt mij vooral dat wij sociaal en economisch verbonden zijn met Dalfsen en hier ons bedrijf hebben gevestigd. En tot voorheen nooit met problemen. Ja, en nu wil de gemeente niet meewerken aan een oplossing voor dit probleem. En dat vind ik heel jammer. De burgemeester wond er afgelopen maandag tijdens een commissievergadering bepaald geen doekjes om. De vrachtwagens brengen niet alleen de verkeersveiligheid in gevaar, ze zijn ook nog eens lelijk. Dat kunnen geen argumenten zijn om ons de ontheffing af te halen. Zo groot als de heer Noten de problemen noemt, zo groot zijn ze niet. Het probleem geldt voor meerdere chauffeurs die hun vrachtwagen in het verleden konden en mochten parkeren in Dalfsen. Stichting Chauffeurs Toekomst heeft daarom alle politieke partijen in de gemeente een brandbrief gestuurd. De burgemeester die zegt van deze auto's met een parkeerontheffing, die hebben een aanzuigende werking op andere wagens die hier ook parkeren en er een bende van maken. We hebben hier een aantal ondernemers op een industrieterrein die klagen over die auto's en die zeggen dat het een grote rommel. En ik denk dat je degelijk een onderscheid moet maken tussen mensen die hier sociaal en economisch gebonden zijn, die hier in het dorp ondernemen, net als alle andere ondernemers hier, en hier de kost verdienen en alles wat hier verder nog komt. Of Esther Dunnewind en haar collega's de parkeervergunning in Dalfsen ook in de toekomst mogen houden, is afwachten. Morgenavond beslist de gemeenteraad erover.